waar denk je dat de meeste verwondingen aan zijn met vuurwerk? Niet aan de handen, zeg jij, maar waar dan aan? Aan de ogen. Ja, aan de ogen. Kinderen moeten volgens bureau Halt gaan inzien dat vuurwerk gevaarlijk kan zijn. Waarom steek jij illegaal vuurwerk af? Het knalt lekker hard en het is gewoon superleuk. Ga je er niet mee stoppen nu je hoort dat het gewoon gevaarlijk is? Dat weet ik nog niet, maar ik denk het niet. Steek je vuurwerk af? Nee. Waarom steek jij geen vuurwerk af? Ik vind het zielig voor de dieren die we hebben. Ik vind het zelf te gevaarlijk. En dit meisje is extra alert. Op Oudjaarsdag kregen wij telefoon dat mijn neef een ongeluk had gehad met illegaal vuurwerk. En dat zijn hand er een heel groot gat zat en dat er zijn vingertopje was afgeklapt. Wat voor gevolgen heeft dat gehad? Ja, hij moest iets van 2-3 dagen in het ziekenhuis blijven en ik ben nu echt heel voorzichtig geworden. Allemaal krijgen ze deze tips mee. Neem genoeg afstand, hebben we met elkaar over gehad. Let ook vooral op als je vuurwerk gooit, dat je kijkt waar je het naartoe gooit. Een veiligheidsbril hebben we met elkaar over gehad. En laat je vooral ook niet opjutten. Dus op het moment dat je met vrienden bent, probeer niet stoer te doen, maar probeer echt bij jezelf te blijven en het op een veilige manier af te steken. Jongens, ik heb jullie allemaal een hele mooie veiligheidsbril. Dankjewel. Gaan jullie nu ook echt opzetten allemaal? Ja! Ja! Iedereen? Ja! Ja!